Wel. Heeft de politiek een antwoord op dit eeuwige... Nee, want ik zou open doen. We gaan overschakelen naar Politiek Café Vita Nova, naar Aad van der Naald. Zo, beste mensen. Goedenavond. 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 Hé, hey, jongens, hoe gaat het? Goed. De wie doet het goed? Gaat goed. Ja, hoor. Goed. Mooi. Thuis alles goed? Thuis ook alles goed. Ja, hoor. Goed met het werk? Goed. Het een beetje? Ja, hoor. Ja, goed. Genoeg werk is er ook. Ja, nog 16 keken in portefeuille hebben we. Na deze uitzending. Gaat goed. Gaat goed. Ja, hoor. Mooi zo. Ja, ik vraag het maar even, want er heerst in Nederland ineens zo'n pessimistische stemming. Hè? Wimpie Kok, die kondigt dan. Er is guur weer opkomst. Meteen honderden ontslagen. Maar bij jullie niks aan de knikker? Nee hoor, nee, gaat goed. Nee, gaat goed. En als dat plannetje van Marcel nou doorgaat. Oh, Marcel van Dam. Ja, VARA, NOS en VPRO op één net. Wil de VARA jullie wel hebben, jongens? Ja, willen wij de VARA wel hebben. Atlantis tussen Mien Dobbelsteen en Peter-Jan Rens. De directeur hangt gewoon wat VPRO-kunst op in de VARA-kantine. Daar komt het erop neer. Ik vroeg me even af. Wel, nee, joh, moeten we niet. Ik kan vanavond dus gewoon doorgaan. Ja, hoor. Ja, die Marcel van Dam met die halve bril. Mannen, daar gaan we. Goed zo. Ja, mensen, nou stond er donderdag in de NRC Handelsblad een foto van Aadje Kosto. En daar stond bij staatssecretaris Kosto van Justitie gisteren bij het begin van het debat over het vluchtelingenbeleid. Ja, dan vraag je je af, wat staat Aadje hier te doen? Aadje heeft het moeilijk, die stroom asielzoekers is niet meer te stuiten. Is hij misschien hier een beetje uit zijn bol gegaan? Wordt hij eventjes knettergek van al die asielzoekers? Nou stond precies dezelfde foto in de Volkskrant. En daar stond onder... staatssecretaris Kosto van Justitie... kampt de regen uit zijn haar... alvorens met de Kamer te gaan praten over de asielaanvragen. Dat is het dus. Hij kampt de regen uit zijn haar. Mooie zin. Krijgen we allemaal mee te maken. Er is guur weer opkomst, mensen. We moeten allemaal de regen uit ons haar kammen. We gaan er allemaal op achteruit. Behalve de leden van de Tweede Kamer. Die gaan er... 6.000 gulden op vooruit. Dan krijgen we dinsdag een leuke stemming in diezelfde Kamer. Mogen de Tweede Kamerleden in hun auto blijven reizen? Of krijgen ze allemaal een OV-jaarkaart... zoals ze ook die studenten hebben gegeven? PvdA, B66, GroenLinks zijn voor. We hebben dus een paar stemmetjes nodig van CDA en VVD... om al die Tweede Kamerleden uit de auto te krijgen. Dan heb ik hiernaast met meneer Hartkamp van het CDA... Hartkamp, wat ga je dinsdag stemmen? Ik geloof niet dat het verstandig is om daar nu al een uitspraak over te doen. Ik vind ook dat je de mensen daar vrij in moet laten. Ja, maar de trein is toch een uitstekend middel om met de kiezers in contact te komen. Ik bedoel, in de auto krijg je af en toe een middelvinger naar je opgestoken. Ja. Maar daar heb je niet veel aan, hè? Ik geloof dat wij een OV-jaarkaart eerste klas krijgen... en dan heb je toch niet een direct contact met het echte volk... want dat reist geen eerste klas. Nou, dan ga je toch af en toe in de tweede klas zitten, makkelijk zat. Lastig. Je hebt altijd papieren bij je, die wil je uitspreiden... om nog een beetje te werken. Het hoopt zich natuurlijk op. En dat lukt dan niet. Bovendien word je vaak herkend. Nou, daar zal jij weinig last van hebben. Ik herkende jou ook niet. Heb je trouwens steeds vaker dat daar zo'n pikkie staat te oreren... dat je denkt, wie is dat nou ook weer? Het is mijn eerste periode, dat is waar. Maar je moet ook niet vergeten dat er heel veel Kamerleden zijn... die juist nu zo'n dure cd-speler hebben laten installeren. Ja. Juist ook om contact te houden met die cultuur. Ja, dat hoor je steeds vaker. Hè? Ik heb een cd-speler in mijn auto. Of dat een bewijs is van culturele belangstelling. Wat draai je op je cd, Hartkamp? Klassieke muziek. Ik vind het heerlijk om eens even weg te zijn uit die beslommeringen van die kamer. En dan een stuk dus dat is klassieke jouw muziek, methode om in contact te blijven met de moderne cultuur. Klassieke muziek, jazz, Pim Jacobs draai ik vaak. Pop, dat prachtige nummer van Verdampt, die liep die van die Rainer Meijer onderweg. Ja, natuurlijk had ik het ook op. En dan zit ik echt heerlijk, te swingen. Nou, oké. Helemaal Hartkamp, we hebben het al begrepen wat jij dinsdag gaat stemmen. En schiet nou maar gauw op, anders mis je je file. Mag ik dan de kilometerbon bij u achterlaten? Dat bij u, dat het dan verder in orde komt. Ja. Oké, we zullen wel zien. Nummer staat toch op het nummer. Dag. Nou, mensen, onthouden dus. Hey. Wat er dinsdag in de Tweede Kamer geteld gaat worden... dat zijn niet de neuzen, maar dat zijn de autoneuzen.